wie dat zijn. Daar komen jullie waarschijnlijk speciaal voor. En ik geef heel graag het woord aan Tim om hen voor te stellen. En ik wens jullie heel veel plezier allemaal met kijken. Ja, dankjewel Sophie. Welkom iedereen. Leuk dat we met Soco aanwezig zijn in deze webinar. Dus dat vraagt ook vaak wel de uitdaging om inderdaad te zorgen dat we elkaar kunnen laten uitspreken. Dus of iedereen inderdaad zijn microfoon uit wil zetten. Zijn er vragen, stel hem in de chat. Die zal Sophie ook in de gaten houden. Ik zal het zelf ook proberen. Daarnaast is alles online. Dus dat betekent natuurlijk ook dat er wel misschien een hapering zit of wat dan ook. Ja, daar hebben we allemaal mee te dealen. Maar iedereen is het ondertussen wel een beetje gewend de afgelopen maanden tot wel ongeveer een jaar al. Maar geef een kort voorstel. Ik zal eigenlijk alleen het gesprek leiden. Hoe ga ik dat zo direct doen? Door een aantal stellingen voor te leggen. Ofwel aan Laurien, ofwel aan Elsen. Maar zij gaan daarover met elkaar in gesprek. Dat zijn stellingen over de contact tussen scheidsrechtercoach. Maar misschien ook wel tussen spelercoach. Tussen het team en scheidsrechter. Van alle hoeken proberen we in ieder geval de stelling te belichten. Maar eerst even kort voorstellen voor jullie allemaal wel bekend. Maar ik begin even bij Elsen. Het is Elsen. En dan heb ik net toch al even terecht gehoord. Ja. Ik word altijd de twijfel of Anand of Elsen Ennen. Nou, ik had het gelukkig goed vandaag. Ja, Elsen, waar moet ik beginnen als ik jouw palmaris ga voorlezen? Ik heb hem hier voor me liggen. Dan zijn we volgens mij de rest van de webinar onderweg. Maar naast de heel succesvol coach. Tot nu toe bijna alles gewonnen. Hopelijk komende zomer die laatste ontbrekende gouden medaille nog op de Olympische Spelen. Maar ook als speelster. 2 keer Olympisch goud zie ik staan. 2 keer WK goud. 2 keer beste speelster van de wereld. Nou, weet je, wat moet ik zeggen? Volgens mij hebben we in ieder geval toch wel hier bij ons om over deze onderwerpen te praten. Maar daarnaast ook Laurien. Hadden we het ook net over. Laurien Del Vos, toch? Toch, ja, goed. Ja, goed. Ja, wat ik wel heel leuk vind, afgelopen, wat is het, een maand geleden denk ik, als vrouw de eerste mannelijke internationale wedstrijd tussen Nederland en Engeland die ik heb gezien. En niet omdat je nu zit, maar toen vond ik je ook echt heel goed fluiten. Dus gefeliciteerd daarmee. Ik denk dat het wel heel mooi is om dat als mijlpaal neer te kunnen zetten, de eerste die dat heeft gedaan. Maar ook, zag ik ook nog staan in Rio 2016. Als debutant direct ook de finale mogen fluiten. Dus volgens mij zegt het wel aan wat voor niveau jij hebt, haalt en misschien nog wel kan bereiken. Superleuk dat jullie hier met z'n tweeën zijn. En we gaan elkaar even met elkaar in gesprek. Kritische stellingen, wat ik al zei, die ga ik echt richten op jullie specifiek. Maar voor de coaches en scheidsrechter probeer je in te leven ook in de stelling. Zoals jij inderdaad Laurien zou zijn of als je Alice zou zijn. Nou, dit is het meeste wat ik denk achter elkaar ga praten. En nu is het... We hebben over 3 onderwerpen. 1 is het positief of negatief onderling contact. Dus eventueel bijvoorbeeld tussen jullie als scheidsrechter en coach. 2e onderwerp is wie ben jij? Oftewel, hoe ga jij een wedstrijd in als coach of als scheidsrechter of dan wel als speler? Daar kan ik misschien zelf ook nog wel over meepraten. En het 3e is de emoties die er rond wedstrijden zijn. Dat zijn de 3 onderwerpen. En we gaan gewoon een aantal stellingen voorleggen en we kijken hoe ver we komen. Als we ergens langer op in moeten gaan, dan doen we dat ook. Dus brand lekker los. En voor de mensen nogmaals, stuur iets in de chat als je ergens op in wilt gaan. Laten we gewoon beginnen, toch? Jazeker, ja. Laten we beginnen. Leuk. En dan begin ik met jou. Als we het hebben over positief of negatief contact. En ik zou de stelling voorleggen. De scheidsrechter zoekt voornamelijk contact met mij wanneer ik commentaar heb op hem of haar. Meestal zoeken de scheidsrechters geen contact met coaches. Dat is, helaas is dat zo. Ik vind dat er mag een betere samenwerking komen tussen de coaches en de scheidsrechters. Vaak op toernooien zit er een umpire's manager ertussen die alles opvangt met vragen en dergelijke. Waardoor je eigenlijk weinig contact hebt met scheidsrechters. En tijdens de Pro League was er geen umpire's manager tussen. En dan vond ik het eigenlijk best wel leuker, en heel veel leuker, om samen direct een contact te hebben met die scheids, waar je kan je vragen bij neerleggen. En in het verleden is het niet zo geweest als het positief of negatief is. Dus ik zou dat wat vaker willen, dat je daar met elkaar in gesprek kan gaan. Enige, en dat denk ik dat ik spreek voor jou, Laurien, en je zou daar wel misschien wel op positief of negatief op reageren, maar het moet op een positieve manier gesproken worden. En heel vaak kunnen wij als coaches onze emoties in de weg laten en het kan een
ik ga best wel negatief over me. En dat moet nooit zo zijn. Laurien, hoe ervaar jij dat? Ja, precies dezelfde eigenlijk. Dus bij de Pro League is het een beetje anders, want het formaat is ook een beetje anders. Maar tijdens het toernooi is het inderdaad zo dat er een paar managers erbij zitten en die een beetje de intermediair, zeg maar, tussen de scheidsrechter en de coachingstaf. Dus eigenlijk, als scheidsrechter hebben we meestal contact alleen tijdens de wedstrijd of een beetje voor de wedstrijd, maar bijna nooit na de wedstrijd. Waar ik denk inderdaad dat het het meest efficiënt zou zijn of om ook even een constructief gesprek kunnen hebben tussen ons na een wedstrijd en niet alleen minder constructief tijdens een wedstrijd. Alison, als ik met jou iets verdiepende zou stellen, wat zou voor jou, wanneer zou jij in een wedstrijd het contact willen zoeken met de scheidsrechter? Gaat het als iets verkeerd gaat, iets goed gaat, of hoe zie je dat voor je? Nou, het liefst in de wedstrijd nooit. Het liefst in de wedstrijd zeg je helemaal niks. Alleen, wij zijn mensen en je praat een beetje mee. En weet je, er zijn momenten dat bijvoorbeeld in een kortbespreking of een rustbespreking wil je toch wel even weten hoe de interpretatie van een regel is. Want dat is wel eens voor ons, het is wel eens anders. Dus ik zeg, het is niet makkelijk voor speelsters, maar het is zeker niet makkelijk voor scheidsrechters. Bijna iedere toernooi is er echt een andere interpretatie. En ook onderling binnen de scheidsrechters zijn andere interpretaties. Dus voor mij is de meeste contact is, oké, hoe gaan we het fluiten vandaag? Dan kan ik mijn speelsters daarop op coachen. Maar het is niet altijd zo. Hè? Dus het is ook soms dat je dan toch wel eventjes wat negatieve woorden wisselen. En ook af en toe ja, zeggen dat het wel goed gefloten is. Mijn ervaring daarin is... Meestal als je zegt dat iets goed is, dat het soms een beetje sarcastisch wordt ontvangen. Omdat het niet zo vaak wordt gezegd. Ja. Dus het is, en daarom vind ik dat de contact met scheidsrechters mag veel meer. Omdat de intonatie en de bedoeling achter je berichtgeving is... Ja, het zit wel in het liefst het positieve en wij doen het samen. Er is geen ene scheidsrechter die een wedstrijd niet wil goed begeleiden. Net zoals er is geen coach die dat niet wil. Dus we doen het samen en we willen het samen doen. Alleen, ja, de coaches, managers, wat mij betreft, staan een beetje in de weg. Die umpires, managers. Als ik die nog had, ik krijg hier ook meteen een vraag. En het schoot me ook zelf erbinnen. Als je kijkt naar internationale wedstrijden, maar je hebt ook nog de competitiewedstrijden. Het is eigenlijk voor beide de vraag. Als ik begin bij jou, Laurien. Ervaar jij verschil tussen contact met de scheidsrechter internationaal of in de competitie? Ja, sowieso. Het is totaal anders. Omdat... Zeker in België is de hockeywereld een beetje kleiner ook, dus we kennen elkaar veel beter. En we kunnen ook makkelijker contact hebben buiten de hockeyveld, zeg maar, of buiten de 70 minuten van de match. Dus ja, we zijn sowieso dichterbij tussen coaches en scheidsrechter op clubniveau. Maar ja, dat is ook normaal, denk ik. Het is een ander niveau. Om even terug te komen aan wat Alison zegt. Ik denk inderdaad dat we proberen in ieder geval om zo weinig contact te hebben tijdens de match. Omdat ja, als er geen commentaar is of geen opmerking, betekent vaak dat het gewoon goed genoeg is. En inderdaad, onze doel is zo consistent mogelijk te zijn. Maar we zijn ook scheidsrechters die overal in de wereld fluiten, die amper contact, fysieke contact hebben tussen ons. Dus in voorbereiding voor een nationale ploeg, ze zijn elke dag samen. En we zijn gewoon 3 dagen voor een toernooi samen of 1 dag voor een wedstrijd. Dus het is ook heel moeilijk om die consistentie goed te krijgen op, ja, vroeg genoeg. Ja, en ook nog eens dat in iedere land wordt anders gefloten. En dat maakt het ook wel vaak moeilijk. En wij begrijpen heel goed dat zo is. Daarom vind ik het persoonlijk wel zonde dat wij te weinig contact met jullie hebben. Om te kijken van hoe het gaat en hoe worden gefloten. En hoe wij er tegenaan kijken. Want wij hebben volgens mij was het in maart loading net sessie gedaan met elkaar. En dat was een hele open sessie. En we hebben wel wat beelden gesproken. En het was heel fijn om te bespreken over bepaalde interpretaties die wij hebben. Dus wij vonden als Nederlander dat wij veel kaarten tegenkregen ten opzichte van andere landen. Nou, hoe komt dat? Waarom worden wij bestraft op bepaalde overtredingen die andere teams wel maken, maar ook geen kaarten tegenkrijgen?
Nou, dan praten we erover. En dan kan ik mijn bespreken en uitleggen. En dan kwam het ook van de scheidsrechters aan. Oké, okay, maar zo zien wij het. Dan heb je toch wel een betere begrip van met elkaar. Ja. Ja, ik denk echt dat dit soort gesprek super interessant zijn en ook echt nodig eigenlijk. En tijdens die gesprek waren de twee umpire manager van Tokio ook erbij. Dus ik denk ook dat het mogelijk is, gewoon ook met umpire managers. Dus het is niet zo dat ze alleen maar ertussen zitten, zeg maar. Maar we moeten gewoon een andere relatie bouwen, denk ik. En open zijn voor dit soort gesprekken. En niet gewoon zeggen, ja, we willen beschermd zijn en zo weinig mogelijk contact hebben. Want dat, op de lange termijn, dat gaat niet werken, denk ik. We zitten nu in een tijd van corona, heel veel gaat digitaal. Zou dat ook niet de kans zijn om wat vaker online bij elkaar te komen en wat casus te bespreken die in het veld gebeuren? Ja, dat is ook precies wat we hebben in maart gedaan op initiatief van Alison. Dus dat was heel interessant. Het was ook niet heel makkelijk om het te plannen, want we zijn, zoals ik zei, mensen die in Amerika, in Australië, in Europa, en ja, met de tijdverschil is het niet altijd makkelijk. Maar het is wel nodig en het helpt iedereen. Het helpt beide kanten. En daarom is het echt nuttig, denk ik. Ja, Alice, ik heb een vraag hier in de chat. Wat vind jij het lastigste in het gedrag en de houding van scheidsrechters op het veld? Het allerlastigste vind ik is dat zij niet communiceren, of ik zeg niet, hè. Er zijn de twee beste scheidsrechters in vrouwenhockey die beide communiceren. Dat is, en dat maakt het een stuk makkelijker voor de speelsters. Een scheidsrechter die wil vermijden dat speelsters met hun praten of een vraag stellen. Dat vind ik gewoon, dat is het meest irritant wat er is. Omdat een speelster wil heel graag gewoon weten wat gebeurt of wat heb je gezien. Het liefst zeggen ze niks, maar soms zeg je dat wel. Ik heb ooit een wedstrijd gezien waar een speelster wordt uitgenodigd om een vraag te stellen. Stelde een vraag en toen kreeg een kaart. Nou, dat zijn dingen die niet kloppen. En dus voor mij mag je gewoon praten gewoon met elkaar. En toen ik speelde, heb ik ook de beste scheidsrechters die ik in het verleden had. Waren scheidsrechters waar je op een middenlijn stond bij een corner. En je ging gewoon even met elkaar praten. En je had een... Hoe zit je in de wedstrijd? Wat zag je daar? En ik zag het anders. Nou, dan heb je beter wederzijds begrip. Dus het feit dat dat wordt aangegeven om het niet te doen, is, vind ik, het minste wat er is. Ja. En even voor een vraag gewoon vanuit de chat voor jou, Laurien. Wat is eigenlijk de rol van de umpire manager op zo'n toernooi? Ja, ze hebben verschillende rollen. Eerst en vooral is enorm kadering. Dus het is een beetje zoals, het is onze staff eigenlijk. Dus we zijn gebriefd door de umpire manager. Die proberen die richting te geven van dat we willen dat de toernooi zo wordt gefloten. En dat is onze doel. En dan een andere rol van hun is inderdaad ons beschermen, zou een wedstrijd een beetje minder goed zijn, dan ze zijn open voor vragen en klachten van de staff, zeg maar. Dus dat zou ik zeggen, het is de twee belangrijkste rol van de umpire manager. Het is zoals een staff voor een ploeg eigenlijk. Vaak zijn ze met twee. En krijgen we van hun na elke match een debrief om gewoon beter te worden de volgende wedstrijd. Oké, als ik dus de volgende stelling pak, Laurien, die gaat gericht op jou en Else, reageer daar alsjeblieft ook op. Maar door positief contact met de coach krijg ik meer zelfvertrouwen. Hierdoor sta ik steviger in mijn schoenen en neem ik ook twijfelachtige beslissingen met meer zelfvertrouwen, wat uiteindelijk ook de wedstrijd ten goede komt. Herken je dat van jezelf? Bij mij, sorry? Ja, dus hij is voor jou. Ja. Dus op het moment dat door positief contact met een coach krijg je meer. Okay. Sowieso. Allee, het is niet alleen als scheidsrechter. Als je ook in je gewoon dagelijks leven, als iemand zegt ja, dat was goed, dan is het zeker positief. Dan word je gemotiveerd om verder te gaan. Dus dat is sowieso. Alleen denk ik ook, wanneer je een scheidsrechtercarrière start,
dan moet je ook bereid zijn om kritiek te krijgen, want het is geen makkelijke rol. Dus je moet zeker open zijn voor constructieve feedback, zeg maar. En ook, het gaat geen verrassing zijn dat er speelsters een beetje moeilijk hebben met een paar beslissingen of coaches. Dat is gewoon, het moet gewoon binnen de grens blijven, denk ik. Ja. En als ik hier meteen door, Alison, want als ik naar jou... Kun jij dan ook als een scheidsrechter bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, voor jouw knock-out fluit? Is dat voor jou ook een manier om het ook in de wezen te spelen? Of hoe ga je daarmee om? Sorry, nog een keer die vraag. Een scheidsrechter die aan jouw zijlijn staat, voor je knock-out veelal. Is dat voor jou ook een mogelijkheid om meer contact met diegene te zoeken? En ga je daar bijvoorbeeld ook mee om door het een beetje te bespelen? Of hoe zijn voor jou die situaties? Nee, ik zoek niet contact op met een scheids om die te beïnvloeden. Ik vind dat is onzin. Ik vind dat een coach die dat doet, hoort niet te coachen. Die scheidsrechters zijn er niet om te beïnvloeden. Die zijn er om een wedstrijd te begeleiden en hun best te doen. Dus ik vind dat je moet dat niet willen. Absoluut niet. Het is wel zo dat als je... zeg maar, ik heb liever de beste scheids aan mijn kant dan aan de andere kant. En dat is meer ter bescherming van die scheids die ik net iets minder vind. Maar nee, ik vind dat is absoluut niet iets wat je... Nee, dat is niet onze rol. Onze rol is om de speelsters te coachen en niet de scheidsrechters op dat moment. Nee. De laatste wat je wil is een opmerking op een scheids hebben, waardoor de interpretatie van de regel de consistentie van het besluit wegneemt in de wedstrijd. Dus als je het eenmaal anders fluit, dan moet je de hele wedstrijd zo fluiten. Je moet niet beïnvloed worden door ons om het anders in de wedstrijd te veranderen. Ik vind dat is niet oké. Okay. Ja. En als ik die aan jou vraag, Laurien, de wedstrijd GB tegen Nederland stond jij volgens mij aan de eerste internationale wedstrijd. Is dat voor jou anders om daar te staan? Ja, het was ook een aparte wedstrijd, want het was niet alleen eerste keer dat een vrouw een mannelijke wedstrijd kon fluiten, maar het was ook eerste keer dat we onze eigen land moesten fluiten. Dus daarvoor hadden we gekozen dat Koen op de andere kant en ik zou de bank pakken. Dat was gewoon dat was onze gedachte achter. Maar in een normale situatie, wanneer we onze eigen land niet hoeven fluiten, dan... vaak is het gewoon de meest ervaren scheids die de bank pakken. Gewoon omdat als ervaren scheids in principe kan je meer de druk aan, zou het moeten. En op hoogste niveau, Olympische Spelen of World Cup, vaak is het gewoon even tossen en wie verliest, pakt de bank eigenlijk. Of andere kent. Er zit wel een klein beetje verschil in hoor je dan toch, hè? Ja, maar ook, sorry te onderscheiden, maar het is ook vaak, het hangt ook af van de stadium waar je bent. In Amsterdam bijvoorbeeld heb je echt nooit, echt geen contact met de coach, want ze zijn zo ver van de zijlijn. Dus het is echt amper contact. In andere situaties, in België bijvoorbeeld, ben je gewoon 1 meter afstand van de coach. En dus je hoort sowieso veel meer dan in Amsterdam bijvoorbeeld. Dus dat heeft ook een invloed, denk ik. Alice, een vraag voor jou. Als je ziet, of zie je verschillen eigenlijk in de cultuur over hoe je met de communicatie met de scheidsrechter omgaat? Of misschien zelfs hoe je een wedstrijd ingaat als team. Bereid je daar de speelsters op voor? Je hebt met deze scheidsrechter uit deze cultuur te maken vanuit een andere cultuur. Ga je daar anders mee om als team? Nee, we gaan niet anders om als team. Maar wij zijn wel bewust van bepaalde scheidsrechters die op een bepaalde manier wel fluiten. En dan zijn... dat weten we van tevoren meestal wie dat zijn. En dan waken we ons wel voor bepaalde elementen van het spel. Dus het liefst doe je het niet, maar wij weten wel dat er zijn bepaalde scheidsrechters waar wij heel moeilijk mee hebben. Ja. Het is bijna als je bepaalde tegenstanders hebt, hebben wij dit ook wel met een aantal scheidsrechters. Helaas vind ik dat wel. Hè. Dus het is niet alsof ik dat zit nu toe te juichen. Het is iets dat wij echt hebben ervaren. Dat is wel iets dat ik met de umpires manager heb besproken. Van, goh, dit is onze ervaring, dit is hoe wij voelen. Ook met voorbeelden. Het liefst doe je dat niet natuurlijk. Maar goed, het is wel iets dat voor de dames wel op een gegeven moment wel van invloed was. Dat ze het echt niet leuk vond. Dus dat is wel pittig. Ja.
En nu je het toch over Empire Manager hebt, deze vraag komt ook in de chat. Wordt de inhoud van zo'n briefing die Laurien misschien krijgt met haar team, wordt die ook vanuit de Empire Manager met bijvoorbeeld Nederland gedeeld, met de andere deelnemende teams op het toernooi? Ja, dus er is voor een toernooi, oké, Pro League is een beetje apart, maar voor een toernooi heb je die Empire's briefing, dat is naar ons gericht. En dan is de coaching meeting, waar de Empire Managers dan in principe dezelfde briefing aan de coaches geven. Alleen opnieuw hebben we echt geen zicht daarvan. We weten niet wat wordt tijdens die briefing gezegd of tijdens wat Alison net heeft genoemd. Van we komen met beelden en we tonen wat dingen waar we niet akkoord zijn. Daar hebben we echt eigenlijk nooit informatie over. En het zou jou helpen als je meer inzicht daarin krijgt. Ja, sowieso. Weet je, als je feedback kan krijgen die constructief is en naar de toekomst doelgericht is, dan is het altijd welkom, inderdaad. Zo leer je. Ja. Elsen, jij het was niet Laurien, hoor. Dus, en dat stuurt maar de billen even, alsjeblieft. Nee, dat was helemaal niet Laurien. Nee. Kijk, soms hebben wij echt als coaches de indruk dat, en ik zei het al in het begin, we hebben echt heel veel afstand van de scheidsrechters. Ik heb liever dat de scheidsrechters en de umpires, managers en de coaches gewoon in dat coachbespreking zijn. Ik vind dat toch wel, zij horen wat wij zeggen, wij horen wat jullie zeggen als scheidsrechters. Dus het is, en het hoeft geen grote discussie te zijn, maar op een gegeven moment praat je met twee, met alle respect, umpires, managers die net even wat ouder zijn, die al lang niet gefloten hebben. Die missen een beetje inzicht in nu, hoe de spel is veranderd. Soms, niet altijd, want er zijn wel verschillen ook in umpires managers niveaus, dus dat varieert ook. Maar dan doen we het. Dan heb je echt het gevoel vanaf het begin dat je het samen doet. En nu is er een muur tussen. En ik heb echt het liefste dat muur weg is. En dat we daar gewoon met elkaar dat kunnen bespreken. De befaamde corner van Duitsland tijdens het EK die genomen werd aan de andere kant. Blijkbaar was dat in de coaches meeting benoemd en de scheidsrechters horen er niks van. En dan hadden wij op dat moment het kunnen bespreken van, goh, oké, wat gaan we hiermee doen? En de scheidsrechters werden daarmee verrast. Overigens echt op een hele nare manier, vond ik. Het was echt gewoon heel stiekem gedaan. En dan denk ik van, ja, als de scheidsrechters goed geïnformeerd waren, was dit niet gebeurd. En wij waren ook door verrast, want het was even tussen neus en lip aan de scheidsrechters, de umpires managers benoemd. Ja, dat zijn dingen die maakt het niet dat je samen doet. Nee, mooi. En ik denk om even dit onderwerp ook te kunnen afsluiten. Wat Laurien ook heel mooi in het begin aangaf, ook de momenten voor en na een wedstrijd kun je gebruiken om in die wedstrijd, in het moment, veel minder vanuit de emotie met elkaar in contact te zijn. En veel meer begrip te krijgen van hoe iedereen erin zit. Dus ik denk dat het een heel mooi moment is. Zeker die constructieve feedback wat jij ook aangeeft, Laurien. Dat kan jou heel erg helpen. Past denk ik ook nog wel aan de fase waarin je als scheidsrechter zit. En dan is de ervaring van een Elsen denk ik alleen maar nuttig. Ja, kijk. Ik denk ook de contact voor de match belangrijk is. Dat gewoon aantonen, hey, we zijn er, fijne wedstrijd, geniet ervan. En na de wedstrijd zeker die... Als scheidsrechter willen beter worden, dat is gewoon een feit. En we zijn echt op zoek naar manieren om beter te worden. Het is een andere wereld. We zijn niet gecoacht zoals een ploeg gecoacht is, omdat we zo ver van elkaar zijn. Dus die constructieve feedback met beelden en advies of opinie zijn echt altijd welkom wanneer het, zoals ik zei, gewoon constructief is en echt om gewoon beter te worden. Dan denk ik echt dat de scheidsrechter zou blij zijn daarmee. Mooi, want dat is namelijk ook eigenlijk een vraag die nu in de chat komt. Vinden jullie dat coaches, en Elsen, deze geldt ook voor jou hoor, vinden jullie dat coaches meer zeggenschap moeten krijgen in beoordelingen van scheidsrechters na een wedstrijd? Ze hebben namelijk een hele andere blik op de wedstrijd dan misschien wel de scheidsrechter. Dat, als ik hem met jou... 100%. Ik heb in het verleden met veel onbegrip gekeken naar wie de finales kregen. Nou, als ik de WK-finale van 2018, nou, Laurien en Sarah Wilson waren de twee beste scheidsrechters van het toernooi. En Sarah Wilson kreeg die wedstrijd niet. Nou, dat begrijp ik niet. Ik begrijp niet dat je niet de twee beste scheidsrechters in een finale zet. En wij worden niet gevraagd over wie wij vinden goed hebben gefloten, of wie de top 4 zijn. Of, en
wij hebben echt een goed gevoel. En onze speelsters hebben een goed gevoel. Alleen, kijk, voor ons hebben wij het liefst... En het is niet omdat Laudien nu hier is. Maar het liefst hebben wij elke wedstrijd Laudien. En het liefst hebben we elke wedstrijd Sarah. Dan weten we wat voor niveau we krijgen. En we weten dat het altijd een goed niveau is. Dus het was voor ons volledig onbegrijpelijk waarom zij een finale niet kregen. En dan hoor je achteraf omdat de twee geen Europese scheidsrechter mochten een wedstrijd fluiten. Nou, die spelen ook voor de eer. Die spelen ook voor die finales. Nou, dan laat je gewoon die fluiten. Dus ja, absoluut. Ik vind het dat wij daar een rol in mogen spelen. Het moet niet beslissend zijn, maar wel onze mening geven. Ja, Marino, hoe kijk jij daar? Zou jij het fijn vinden als de coach daarin mee konden, in ieder geval niet zozeer beslissen, maar in ieder geval mee konden beoordelen? Ja, de beoordeling sowieso. Het moet ook geweten worden dat we hebben ook geen zicht over die aanduidingen. Dus we krijgen gewoon die wedstrijd en zonder uitleg, zeg maar. En dat is ook voor mij prima, geen probleem. Maar voor de beoordeling van oké, dat hebben we goed gevonden, dat was een beetje minder. Waarom heb je deze of deze beslissing genomen? Ik denk de vragen stellen is altijd interessant, zoals we in maart hebben gedaan eigenlijk. Wat gebeurt in je hoofd? Waarom fluit je dit zo en niet op een andere manier? Want volgens mij is het zo of zo. En deze discussie, de uitwisseling van mening, van wat we zien, is denk ik belangrijk. En momenteel gebeurt het niet genoeg, denk ik. We gaan naar het tweede onderwerp. Mooi, ook qua timing, steeds een half uur ongeveer per onderwerp. Dus als we nu bij, het gaat het onderwerp wie ben jij? En dan vooral over, als je in een wedstrijd ingaat, weet je dan wie je tegenover je hebt staan? Of het gaat nou om een scheidsrechter, of een bepaald team, of als de coach richting scheidsrechter of andersom. Els, en als ik de eerste stelling bij jou begin. Spelers trainen 30 uur in de week. Een scheidsrechter zou ook meer wedstrijdsituatief moeten trainen, in plaats van alleen op zondag eventueel een wedstrijd fluiten in de competitie. 100%. Sterker nog, ik zou zeggen dat iedere scheidsrechter met een stick in hun handen het veld op moet. En gewoon lekker gaan hockeyen. En dat maakt Laudien sterk. Want Laudien is niet alleen de top scheids, maar ze kan ook heel goed hockeyen. Dat maakt het dat zij het spel goed begrijpt. En dus niet alleen maar dat, maar ook wel gewoon gaan hockeyen. En, en het spel gaan spelen. Want dan krijg je iets meer zicht op tijd en ruimte en keuzes die ze zullen maken om het toch wel wat langer door te gaan. Toch wat meer of minder voordeel te geven. Ja, dat is iets dat ik... Ik zie veel... Het hoofdklasseniveau hier zie ik heel veel scheidsrechters aankomen wijen. Eventjes je spullen langs de kant. Kort even inlopen. En dan... iemand heeft een geluid aan. Ja, we zijn er weer. Ja. En dan vind ik dat je daar niet de speelsters die wel de 30 uur in de week respecteert. Ja. En Laurien, mooi, hockey. Ik kon het ook in Jan Palmaris niet allemaal ook nog op gaan noemen. Maar hockey nog steeds? Ja. Helpt jou dat, zoals Els dat zegt ook, helpt je dat inderdaad om de wedstrijd beter inzicht te krijgen in de situaties? Ja, sowieso. Ik weet niet het woord in het Nederlands, maar die empathie dat je voor de speelsters hebt. Ja, tijdens de gehele week ervaar ik dezelfde eigenlijk. De druk en je wilt echt winnen en die emotie dat een speelster heeft, dat begrijp ik helemaal. Omdat ik het ook beleef bijna elke dag. Dus dat helpt me sowieso. Qua emoties, maar ook qua het lezen van het spel. Want ik weet wanneer een speelster in een foute hoek komt en wanneer ze echt voor de bal probeert een bal te spelen, dan vaak heb ik een betere zicht daarover, omdat ik het ook probeer op training of tijdens een wedstrijd zelf. Mooi, een mooi voorbeeld. Even een hele, misschien wel een inkopper, maar zou je dus eigenlijk elke scheidsrechter, zoals Els zegt, ook aanraden om te gaan spelen? Ja, kijk, je hebt heel goede scheidsrechters die nooit in stiek hebben gehockeyd. Dat kan ook. Alleen persoonlijk, wat ik beleef, is dat spelen helpt me sowieso. En ik heb denk ik het niveau wat ik gehaald heb ik die gehaald omdat ik ook steeds speel.
In België was het niet altijd makkelijk. Ik werd geduwd ook om te stoppen, maar ik heb altijd gezegd nee, ik blijf gewoon ook hier, want ik weet ik eerst dat ik het te leuk vind. En tweede, ik weet dat het gewoon mij helpt wanneer ik moet fluiten. Dus ik zou het aanraden, maar dat betekent ook niet dat iemand die nooit heeft gespeeld geen goede scheidsrechter kan worden. Ja, mooi. Alison, ik maak een iets verdiepende stelling erbij. Binnen een minuut weet ik als coach wat voor type scheidsrechter op het veld staat. Oeh, een minuut is wel heel kort. Nou, je weet wel binnen de eerste 5 minuutjes hoe de eerste paar keer gefloten wordt, wat de stemming het wordt, absoluut. Dat kan zijn bepaalde, hoe ze de hoge bal gaan fluiten, of hoe ze afhouden of wel of niet gaan fluiten. Dan weet je, en zelfs ook als ze de eerste 2 beslissingen gewoon niet heel helder zien, dan weet je dat het niet een hele scherpe wedstrijd zal zijn. Ja. En daar zou je wel, daar houden we wel af en toe eventjes in een rustbespreking aangeven van oké, mond dicht. Ze hebben niet een dag, dat mag ook, dat kan ook. Het is nu belangrijk dat je dan niks zegt. Dat je daar niet een kaart voor, het zoveel laat je beïnvloeden. Ja, en wat vind jij ervan, Alison, dat, pak hem even op de Nederlandse competitie, ik weet niet hoe dat is in de Belgische competitie, maar dat scheidsrechters tegenwoordig zo vaak de teams fluiten, dat ze eigenlijk op voornaam mensen gaan noemen, als voorbeeld, hey Tim, dit moet je niet doen, of vind je dat het heel erg zakelijk, informeel gehouden moet worden? Nee hoor, ik zal dat zo, Tim, ik zou dat graag willen, dat meer scheidsrechters namen van de speelsters kent, van alle speelsters. Ik vind dat daar in de Nederlandse competitie vind ik dat niet vaak genoeg de beste scheidsrechters worden op de dameswedstrijden gezet. Ik heb heel veel moeite mee dat de A en de B scheidsrechters in Nederland worden op de mannenwedstrijden geplaatst en dat de dames krijgen zeg maar B en C. Daar heb ik heel veel moeite mee. Dus wij krijgen niet altijd de beste scheidsrechters. Nou, Laurien, jij lacht. Maar... Ja, ik lach omdat zo... het is dezelfde in België. En ik ervaar het ook als speelster elke weekend. Dus ik lach omdat ik zie dat het niet alleen in België is. Dus dat is positieve nieuws. Ja, nou, laten we even proberen dat te veranderen. Ik vind het echt absurd. Ik vind dat je de hoofdklasse dameshockey... heb je erover gewoon de beste speelsters van de wereld. En die krijgen niet de beste scheidsrechters in Nederland. Nou, hoe absurd is dat? En het maakt mij niet uit als het een man of een vrouw is. Je gewoon zet de beste erop. En dan is iedereen blij. Ja, ik denk dat de dameshockey... ik weet niet hoe het is precies in het Nederland. Maar in België, ik denk dat de dameshockey echt een perfect platform is voor jongere scheidsrechters die een goede toekomst hebben. En die echt... Ja, dat is gewoon de perfecte match om de druk te hebben zonder dat het te snel gaat, zeg maar. En wat ik nu merk is dat vaak vroeger, het was de mensen die de fysieke test misten, dan gingen ze de eerste damesdivisie fluiten. En dat vond ik het helemaal fout, want dat is geen respect tonen naar de dames toe. En ik denk echt dat we gewoon die jonge gasten moeten duwen die op de match van de dames aanduiden, zodat ze echt beter kunnen worden. Dat is echt een perfecte opportuniteit en vaak gebruiken we die niet meer, jammer genoeg. Als ik hem aan jou stel... ik vind ook, Tim, ik wil toch wel even, want ik, weet je, waar ik ook veel moeite mee heb, is de top vrouwenscheidsrechten in Nederland fluiten mannen. En die fluiten niet de vrouwencompetitie. En we hebben op dit moment geen Nederlandse scheidsrechter die op het allerhoogste niveau fluit. Nou, dan zeg ik, laat al die vrouwen op allerhoogste niveau, alle topwedstrijden van de week en weekenden in de damescompetitie fluiten. Dan leren ze dameshockey fluiten. Ze leren op de juiste plek, op de juiste tijd, met de juiste timing en de juiste beslissingen maken. Daar worden ze wat constanter aan. Want bij mannenhockey lopen ze achter de feiten aan. Want ze zijn gewoon niet, ze kunnen niet. Er zijn maar 2 scheidsrechters in de wereld die mannen kunnen fluiten. Misschien 3 of 4. De rest, die kunnen gewoon niet op de snelheid wat mannen kunnen hockeyen. Het is totaal anders. Dan leer je gewoon je timing en je positionering. Het is allemaal eigenlijk niet op een top. Laat ze gewoon dames hockey fluiten. Dan leren zij op dat niveau. En misschien dan krijgen wij internationale scheidsrechters. Maar op dit moment hebben wij geen internationale scheidsrechters. Maar ze fluiten allemaal de topcompetitie in Nederland. Ja, dat vind ik best wel...
ja, schrikbarend. En het is ook, als je kijkt naar de dames, die vinden het, ja, en mag ik wel zeggen, een aanfluiting. Om het fluitwoord te gebruiken. Mooi. We hebben nou ook om gewoon goed, eerlijk en duidelijk te zeggen dat alleen maar dat je dat doet, Elsen. Als ik hem even het stukje van de vraag die ik eigenlijk net aan Els stelde, als ik die aan jou, Laurien, als ik die aan jou stel. Vind jij het juist fijn om heel erg persoonlijk contact? Dus stel je voor, je zou mij fluiten dat je zegt, hey Tim, je kunt beter dat doen. Of hou je meer van de zakelijk toch wat afstand creëren? Het hangt af. Ik probeer vooral als speelster die afstand of het verschil te maken wanneer ik speel en wanneer ik fluit. Wanneer ik speel probeer ik gewoon te spelen en niet naar de scheidsrechter kijken en geen mening te geven, want mijn job op dat moment is gewoon te spelen. Nou, zou dan na de wedstrijd iemand naar mij toe komen om vragen te stellen en vragen wat mijn feedback is, dan zal ik met plezier uitdelen. Maar altijd zal ik zeggen, dat is mijn mening als speelster. En dat is misschien niet de mening van een tegenstander of van iemand die gewoon neutraal de match aan kijkt. Dus ja, als ik tips heb, dan deel ik het zeker wel. Maar ik ben daarop niet gefocust wanneer ik speel. Ik probeer niet op de scheidsrechter te focussen. Mooi. En eigenlijk is dat goeie antwoord. Ja. Een tip voor heel veel voor heel veel spelers en speelsters. En ook, was ook voor mij een goede tip geweest. Dat is niet altijd makkelijk, hè? Maar dit is wel de bedoeling. Als jij een wedstrijd ingaat, Laurien, bereid jij je dan echt voor op, oké, wat voor coach krijg ik nou tegenover? Niet over coaches, nee. Je probeert wel een beetje een idee hebben van ja, welke ploeg je fluit. Maar vaak weet je dat pas de dag ervoor. Maar. Dus het is niet altijd makkelijk om echt op een specifieke wedstrijd te voorbereiden. In Pro League is het wel makkelijker. Maar ik heb ik voorbereid niks speciaal voor de coaches of zo, nee. Je probeert een beetje video te kijken van corners of zo, of welke spellen ze aan het spelen zijn. Of, maar niks speciaal voor coaches, nee. Je denkt er niet aan eigenlijk. Nee. En... Wel speelsters of niet? Goeie vraag. Lig je op je speelsters? Het hangt af. Je weet wel dat... Als scheidsrechter, je opdracht is om gewoon fluiten wat je ziet. Dat is sowieso wat je opdracht is. Maar om zo goed voorbereid te zijn, ja, je probeert wel, als je iets ziet, een paar keer gebeuren op een video, dat gaat je wel noteren en gewoon twee keer zo goed kijken. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets, maar vroeger was er een aanvaller van China die heel vaak een back-and-shot gewoon met de backstick schoot. Dus ja, dan word je nog meer alert daarvan. En als je in twijfel bent, ga je misschien makkelijker naar de video gaan of zo. Maar voor de rest, ja, het is alleen als het echt groot is en echt een verschil maakt. En dat je het een paar keer gezien hebt, dan gaat het wel in je hoofd misschien blijven. Ja, mooi. En daar nog een verdiepende vraag op. Stel je voor, je speelt of je fluit een wedstrijd van Ellison en je weet dat het echt een hele belangrijke wedstrijd is voor het team van Ellison. Ga je dan andersom met die wedstrijd? Of eventueel met het contact met de spelers / de coach? Nee, je bent altijd wel. Ja, je weet altijd welke match het is. Is het de halve finale of is het een do-or-die wedstrijd of dit soort dingen? Dat weet je wel. Maar opnieuw, ik probeer in ieder geval mijn routine te houden en elke keer zo goed voorbereid zijn voor een bepaalde wedstrijd. Maar het is niet omdat het een Pro League wedstrijd is dat je geen voorbereiding moet doen of een oefenmatch. Maar je weet wel dat de druk misschien anders gaat worden. Dus je moet wel nog meer mentaal voorbereid zijn. Maar niks speciaal voor. Je probeert gewoon je routine bij te houden. Dat is hoe ik het doe. Maar misschien andere scheidsrechter doen het anders. Dat weet ik niet. Ellison, als ik hem aan jou stel. Vind jij dat scheidsrechters af en toe meer begrip kunnen hebben voor de situatie of de emotie, de druk van de wedstrijd die bij de speelsters op dat moment heerst? Nee, maar het enige is dat in de briefing, en ik weet niet als dat ooit naar de scheidsrechters gaat, wordt heel vaak gezegd, aan het einde van de wedstrijd, wanneer het spannend wordt, dan hebben we zo'n neiging om meer kaarten te delen.
Nou, daar ben ik niet mee eens. Ik vind een overtreding in de eerste 5 minuutjes die een kaart vraagt, moet een wedstrijd. Dat is net zo belangrijk als de laatste 5 minuutjes. Alleen in de briefing werd gezegd dat het in de laatste 5 wel wordt gegeven. Nou, daar ben ik niet mee eens. Dus als je het hebt over die verschillen, dan denk ik van nee, dat hoeft niet voor mij. Je moet het fluiten zoals Laurien zegt. Wat je ziet, fluit je. Ik heb wel eens scheidsrechters meegemaakt die hebben gezegd, nou, ik heb het niet gezien, maar ik fluit het toch wel. Nou, zolang ze blijven zeggen, als ik het zie, dan fluit ik het. Dan kan het niks verkeerd, want iedereen ziet vaak dingen anders. En wij moeten dat accepteren, dat soms ziet een scheids iets dat wij niet zien en andersom. Ja, mooi. En als je nu kijkt naar internationaal, we krijgen mooie vragen in de chat. Helpt de uitwisseling tussen landen voor wat betreft fluiten in de hoogste klasse voor een beter begrip op internationaal toernooien? Het is misschien een lastig logistiek, maar zou het helpen om ook bijvoorbeeld een keer even in jou, Laurien, om in Nederlandse competitie te gaan fluiten? Ja, dat is eigenlijk, zelfs logistiek is dat niet zo moeilijk, denk ik. Ik heb een paar jaar geleden het 1 keertje gedaan, op Den Bosch was dat. Ik zou het echt elke weekend willen doen, alleen is mijn agenda een beetje persoonlijk moeilijk. Maar ik denk echt dat het beide kanten zeg maar, kan helpen, zowel België als Nederland, omdat je ook een ander type hockey ziet. De competitie in Nederland is gewoon niet dezelfde als de competitie in België. En ik denk dat het altijd interessant is om iets anders te zien, om verder te ontwikkelen. Maar ik heb het ook met Frankrijk gedaan. Het niveau is minder dan in België, maar je leert steeds andere dingen. Want je ziet dingen die niet in België gebeuren, bijvoorbeeld. En ja, je wordt gewoon beter voorbereid op situaties dat je niet had gedacht. Ja. En als ik dan de volgende stelling daarvoor maak, die richt ik eigenlijk, stel je voor, het gaat over jou daarin, maar je beeld je even in dat het Ellison is. Ik heb het gevoel dat coaches weten wat voor type scheidsrechter ik ben en dat ook accepteren. Ik denk dat scouts echt het gevoel hebben, oké, wacht even, nu komt Laurien, dan weten we wat we daaraan hebben. Ik denk dat, hoe noem je dat in het Nederlands, maar een relatie opbouwen tussen een coach en een scheidsrechter met tijd wel lukt. Dus ik denk dat door de tijd nu Alison weet wel welke type scheidsrechter ben ik. En ik weet ook welke type coach ze is. Dus ja, maar dat neemt tijd. Dat gebeurt niet. Het is niet omdat je 2 wedstrijden goed hebt gefloten dat het prima voor de rest van je carrière gaat worden. Elke match is gewoon een nieuwe challenge. En maar je wel, door de tijd maak je wel een band of een relatie. Zou het niet goed gaan, dan weet ik, ik ga het wel horen en ik ga het wel accepteren, want ik weet dat, ja, de eerlijkheid hebben we wel nu. Alison, als ik hem aan jou stel, je was net al heel positief over Laurien, dus dan kunnen we ook misschien wat in voorbeelden gaan praten. Wat vind jij fijn in de manier waarop Laurien fluit, als coach zijnde? Ik vind dat ze vrijwel altijd in de juiste positie is om iets te kunnen zien. Dus je ziet dat ze, Laurien is bijna nooit uit positie. Dan kan je niet, dan is het moeilijk om een coach te zeggen van hey, je hebt het niet gezien. Dus dat is, vind ik heel sterk. Ik vind Laurien heel open, altijd. Ik weet dat we ik zat te praten over met een assistent en jij had een oortje naar ons. En hey, als je iets te zeggen hebt, dan zeg het tegen mij. Nou oké, dan doen we dat. Hè. Dus dat is open voor feedback. Dat is altijd heel fijn. Maar Laurien is een van de meest consistente scheids die er is. Er zit weinig 6 of 7's in haar fluiten. Het is altijd hoog niveau, 8, 9. Dat is niet voor niks dat Laurien de Olympische finale kreeg in 2016. En dat wisten wij binnen de eerste paar wedstrijden. Hier staat een hele goede scheidsrechter aan te komen. Als je weet, je kan op haar rekenen. Je kan op de consistentie van de beslissingen rekenen. En er zit ook wel af en toe beslissingen tussen waar je denkt van hey, wow, hè? Waar komt dat vandaan? En dan hadden de een in tegen Engeland. Niet de WK, volgens mij Champions Trophy of een Pro League wedstrijd. Het was de Pro League wedstrijd. Toen zeiden van, hey, wat zag jij nou? Nou, en de week daarop kwam Laurien terug van, hey, ik heb het toch wel verkeerd gezien. En, maar let hierop, want wij hebben dit ook gezien. Dan
zolang je die soort relatie hebt met elkaar, dan worden wij ook beter. En de relatie is open en eerlijk. Maakt het dat ook, Elsten, dat die consistentie, dat het af en toe dan een keer mis of minder goed is, dat die consistentie zo belangrijk is? Is dat voor jou het fijne als coach, dat je eigenlijk gewoon misschien zelfs bij speelsters, je weet wat je aan haar hebt? Is dat hetgene wat het zo fijn maakt in de samenwerking tussen coach en scheidsrechter? Nou, ja, absoluut. Maar weet je, Laurien begrijpt het spel. En dat maakt het echt een stuk makkelijker. En ik vind ook wel dat Laurien kent de regels door en door. En dat kan je niet zeggen voor iedere scheidsrechter. Kan je ook niet zeggen voor iedere speelster. En ook niet, zeker niet voor iedere coach. En dat is een mankement die wij denken dat omdat we 30 uur in de week trainen, dat we de regels goed kennen. Maar dat is niet het geval. En daar zou ook wel af en toe naar speelsters toe, maar zeker ook naar coaches toe verwezen worden. Van hey, eerst doe je regelboek open en lees je regelboek. Want die regel bestaat niet meer of het is veranderd. Dus ik denk dat vanuit de scheidsrechters naar ons toe zou ook wat vaker mogen gebeuren. Laurien, als ik die aan jou stel, we hadden het net over Alice en Richard. Wat vind jij nou het lastigste aan een, bijvoorbeeld een coach? Wat vind je het lastigste om te fluiten met betrekking tot een coach? Of misschien zelfs ook wel betrekking tot een heel team? Goh, dat is echt een moeilijke vraag. Ik probeer eerlijk gezegd in mijn bubbel te blijven tijdens de wedstrijd. Dus zou een coach in commentaar hebben, dan ja, prima. Maar ik heb te veel te focussen. Ik ga nu niet echt in een groot gesprek komen. Zou het nodig en nuttig is, dan spreken we wel verder af na de wedstrijd. Wat ik soms geïrriteerd is een groot woord, maar je hebt bepaalde coaches die wel mind games proberen te spelen. En met de ervaring, ja, je ziet het wel komen, dus je kan wel afstand daarmee houden. Maar voor minder ervarende scheidsrechter kan ik wel beloven dat het moeilijk is om dat te zien eigenlijk. En ik vind dat het niet super fair. Ik vind dat het geen plaats heeft bij hockey, denk ik. Dit soort gewoon proberen onder de skin van de scheidsrechter te komen. En zoals we vroeger hebben gezegd, van gewoon een beetje die influentie. Ik weet niet het woord in het Nederlands, maar ja, weet je, doe je job, je coach, ik fluit, je speelt en komt alles prima. Ja, mooi. En als we dan toch even pakken, want Elsten noemde het net al, ik krijg ook nu de vraag in de chat, als het gaat over verandering van regels, ken je regels? Is het soms niet ook gewoon heel lastig, dat is eigenlijk voorbij de vraag, dat er in hockey best wel regelmatig regels veranderen. Heel innovatief, heel mooi, maar misschien ook wel weer lastig. Hoe kijk jij daar naar, Elsten? Oh, ik zou heel graag met 5 topspeelsters, spelers, 5 topscheidsrechters, 5 topcoaches, wij in een kamer zitten en dan gaan wij gewoon de top 30 regels die het meest belangrijk voor het spel zijn. En dat wordt hem. En de rest, weet je, er zijn zoveel regels en ik denk, joh, waarom? En het maakt het moeilijker voor de scheidsrechters, de interpretatie. Als je kijkt nu naar de 5 meter rule buiten de cirkel. Ja, voorheen was iedereen moest 5, nu maakt het niet. Ja, en nu, als het bij de kop cirkel was, dan hoef je niet 5, nu moet je wel 5. Tenzij, maak het niet zo moeilijk. Ja, helemaal. En dan moeten zij fluiten en hebben wij allemaal opmerkingen op. Ja, je maakt het voor niemand makkelijk. Nee. Ja, het is niet alleen veel regels, het is ook de interpretatie. Die één toernooi worden we gevraagd om het zo fluiten en 3 weken later in een andere opstelling is gewoon totaal anders. Ik neem het voorbeeld van die aerials, van die hoge ballen. Op EK worden we gevraagd om die te fluiten zoals 10 jaar geleden. En dan 1 maand later moeten we alles laten spelen. Dus het maakt ons job nog moeilijker, want het wordt niet zo aangepast. Je wordt in jouw ritme, je doet oefenmatch, je probeert die goed te krijgen. En dan 2 dagen voor het start van de toernooi hoor je dat je het totaal anders moet fluiten. Dat is niet altijd bekend door de gewoon publiek, de gehele publiek. En maakt alles gewoon raar voor iedereen. We zitten niet fijn daarmee. De publiek begrijpt het niet. Coaches zijn ook, hoe gaat het nu worden? Speelster ook. We gaan gewoon daarop rennen en zien wat er gebeurt. En dan die consistentie dat we vroeger hebben opgenoemd. Ja, is het moeilijker te krijgen dan. Want je weet het niet meer gewoon. Ja,
Nee, en ik kan me voorstellen, Allison, dat als er weer een nieuwe soort of regelwijziging is, dat je ook weer heel innovatief probeert te kijken hoe je in het grijze gebied misschien toch er voordeel uit kan halen, wat dat voor de scheidsrechter weer lastig maakt. Nee joh, dat is onzin. Als wij bezig zijn met het beïnvloeden van de regels om beter te worden, dan is het echt zonde van je tijd. Ja, ik weet in het verleden werd er heel veel getraind om stikafhouden aan te leren, zodat het niet op stikafhouden leek. Nou, toen gingen ze traag hockey om dat te kunnen doen. Moest je net wat snelheid afnemen? Ach joh, het is zonde van ons tijd om dat soort dingen te doen, joh. De regels zijn er, die speel je bij de regels. Er zijn wel momenten waar ik denk, jongens, zoals die EK met die bal, twee ballen in het veld, op het veld, tik je hem op de laatste moment weg. Ja, dat zijn dingen die voor mij tegen echt het sportiviteit aanzitten. Van echt onsportief gedrag. Maar ja, regeltechnisch mag het wel. Ja, ja dat zijn dingen die ik niet heel erg netjes vind. En het grootste frustratie is dat met al die regelveranderingen en de interpretaties, dat als een speelster in het veld gefrustreerd raakt door onbegrip van een nieuwe regel of een nieuwe interpretatie, wat snel wordt gedaan, is een kaart wordt getrokken. Je moet je mond houden en huppakee, je mag twee minuutjes zitten. En dat is waar ik... Weet je, wij hadden bij het WK hadden wij de meeste kaarten ooit. Dus zo'n honderden kaarten worden gegeven in het WK. Dus gewoon 4 kaartjes per wedstrijd of zoiets. Dat is echt bizar veel. Nou, dat moeten we niet willen. Nee, maar ik denk ook dit is misschien een mooi bruggetje naar het laatste onderwerp als we het hebben over de emoties. En voordat we daarheen gaan, krijgen we nog een vraag voor jou, Lorien, in de chat. En die zegt, heeft de scheidsrechter de waardering van coaches eigenlijk nodig? Is het fijn om die waardering ook te krijgen? Van waardering? Sorry, wat betekent dat? Is het fijn om het gevoel te krijgen dat de coach jou waardeert? Dat de coach je goed vindt? Ja, sowieso. Kijk, als scheidsrechter ben je vaak een beetje eenzaam. Hè? Je voorbereidt jezelf op je eigen. Je gaat even fit worden, maar op je eigen. Je hebt wel de steun tijdens het toernooi, maar voor dat ben je gewoon alleen. En je zorgt voor jezelf, zeg maar. Dus het is altijd fijn als je iemand komt en zegt, ja, kijk, vandaag was het goed. Dan voor de zelfvertrouwen en de motivatie om nog verder te gaan of verder te pushen, dan ja, is het altijd welkom. Zeker, maar als scheidsrechter denk ik ook dat die zelfreflectie super belangrijk is, omdat het zo'n eenzaam job is. Je moet altijd in de spiegel kijken en zeggen na een wedstrijd, ja, wat heb ik goed gedaan, wat heb ik minder goed gedaan. En niet gewoon zeggen, ja, het was minder goed, maar het komt goed. Nee, je moet gewoon accepteren dat je fout hebt gemaakt, dat je dingen minder goed hebt gedaan om gewoon daarop verder te werken. Dus die waardering van coach is zeker nodig, ja, als het eerlijk is, ja, dan is het altijd welkom. Maar als scheidsrechter moet je ook gewoon op jezelf kijken, naar jezelf kijken. De vraag, dus mooi, we krijgen toevallig deze vraag in de chat, maar die bewaar ik ook nog even voor als laatste, als eindvraag. Welke tip hebben jullie voor ons, behalve zelf hockey, dat gaat over vanuit de scheidsrechtskant, fit te blijven en de regels te kennen om ons maximaal voor te bereiden? Ik hoor hier een hele mooie, ook openstaan voor de feedback. Niet alleen maar het horen of het goed of slecht ging, maar ook vragen waarom. Is dat jouw tip ook echt voor andere scheidsrechters, Larin? Ik denk dat we vaak denken, een scheidsrechter moet de regels kennen en fit zijn. En ik denk eerlijk gezegd dat dat is de basis, maar het is misschien 15% van wat een scheidsrechter moet kunnen doen. Als ik kijk voor Rio, heb ik 3 maanden gewoon volledig op hockey gefocust en heb ik veel meer andere dingen gedaan om zo goed voorbereid te zijn. Dat is beslissing durven nemen. Je hebt zelfs geen seconde om een beslissing te nemen. Dus je moet wel jouw hoofd ook goed trainen om die beslissing eerst goed te krijgen, maar ook de goede timing hebben. Dus ik denk dat we te vaak op de regels en op de fysieke aspect focussen. Ik denk dat de mentaal tenminste 80% van het sport is. Dus als ik één tip heb voor scheidsrechter is, ja, zoals ik zei, gewoon durven zelf zeggen dat het goed of slecht was. En als het slecht is, gewoon accepteren en zien hoe je kan verder ontwikkelen. En ook gewoon je mentale kracht
zo goed te krijgen, zo goed als mogelijk te krijgen. Els, ik zie jou mooi meeknikken. Herken je dat mentaal stuk? Nou ja, het is niet anders dan speelsters. Speelsters worden ook dus in een klein deel op het veld gezien van wat ze met stiekem bal doen. Maar er zit echt een hoop druk en wij zetten dat onder prestatiegedrag waar wij heel veel werk aan doen. Er zijn bepaalde competenties die je nodig zijn om nodig hebben om te kunnen presteren. En een van de zorgen die ik had voor Tokio is dat wij trainen extreem veel ook op hitte en thermo Tokio om tegen de hitte aan te kunnen. Nou ja, mijn zorg was ook dat, want de eerste wat gebeurde is als je warm wordt, is dat je energie gaat naar overleven en je verstand gaat weg. Hè? Dus dan denk ik van holy shit, wat gaat gebeuren als straks, en wij zijn er allemaal op getraind en niet alle onze scheidsrechters daarop getraind gaat worden. Want wat gebeurt is dan een beslissing die ze normaal, in de normale omstandigheden zou kunnen maken, zou misschien nu minder zijn, omdat ze niet tegen de hitte kunnen. Dus het is niet alleen maar fluit, het is niet alleen maar fit zijn, er zitten zoveel andere aspecten aan. Maar dat is hetzelfde als speelsters. En wat ik pas, denk ik, 6-7 jaar geleden me besefte, is dat de scheidsrechters doen het ook allemaal alleen. En wij als, ik als hoofdcoach en bondscoach werk ik alleen, want al mijn staf is ook wel fulltime ergens anders. Dus parttime in onze staf. Dus ik herken een heleboel dat het heel veel is alleen werken. Heel veel is alleen uitzoeken wat beter kan en waar je kan in investeren. Dus misschien moeten wij even wat vaker samenwerken, Laurien, en dan zijn we allebei niet zo alleen. Dat is goed, fit. Mag ik er ook komen, dan ben ik vaak alleen. Mooi. Als we dan doorgaan naar emoties, want daar pas ik natuurlijk perfect bij. Net pakte me al een klein beetje beet, Else, maar de stelling is, een scheidsrechter kan zich moeilijk inleven in de wisselende emoties van spelers of speelsters tijdens een wedstrijd. We pakten net al beet, maar als we iets verder op ingaan, is het mogelijk voor een scheidsrechter om zich daar nog meer op voor te bereiden? Voor de emoties van spelers bedoel je? Ja, maar eerste vraag en dan in voor Allison. Vind jij dat een scheidsrechter daar zich meer op kan voorbereiden naast Elke Maan Laurien? Allison, hoor je ons nog? Nou, ik vind het een scheidsrechter emotie. Ik vind dat een scheidsrechter moet emotieloos kunnen fluiten. In die zin. Emotie moet geen rol spelen in het maken van de beslissingen. En op het moment dat een emotie erbij komt kijken, dan word je beïnvloed als scheids. Dus ik zou zeggen, nee, helemaal niet. Alleen op het moment dat een speelste emotie toont, die mag niet worden, gewoon kaart worden getrokken. Tenzij het gewoon echt beledigend is. En het echt gewoon gaat beïnvloeden. Maar laat die emotie de wedstrijd in de wedstrijd. Maar wordt zelf niet daardoor beïnvloed. Ja. Marina, als ik hem aan jou stel. Kun jij je daarop voorbereiden op de wisselende emoties van speelsters? Ga voorbereiden? Nee, ik denk... je weet voor een wedstrijd weet je nooit wat er gaat gebeuren. En vaak als scheidsrechter probeer je gewoon die emoties... zo laag mogelijk te houden door je management. Maar je hebt wedstrijd waar de belangen heel groot zijn en iedereen heeft zin om te winnen. Dus je moet gewoon als scheidsrechter weten dat emoties horen erbij. In wedstrijd zonder emotie gebeurt het niet. Zelf oefenmatch wil je gewoon winnen. Alleen moet je wel weten waar je grens is. Ervoor zorgen dat die grens nooit wordt. Ja, dat de speelster niet over die grens komt. Maar dat is jouw eigen taak tijdens de gehele wedstrijd. Dus je moet zorgen dat er geen verrassing komt. En als je de wedstrijd goed hebt gemanaged, dan in principe worden de emoties altijd onder de grens. Sowieso, soms heb je speelster die een beetje ontploffen. En het is altijd een kwestie van, kan je dat verstaan of niet? Maar ik denk wel dat het jouw job als scheidsrechter om de wedstrijd goed te managen, zodat die emoties gewoon niet te groot worden. Ja. Kun je dat als coach, Alice, kun je de speelsters daarop voorbereiden of de scheidsrechter daarop voorbereiden? En dan trek ik hem even op mezelf. Het lastige is, als je in een beslissend moment iets tegenkrijgt, vond ik het altijd heel normaal dat je daarop reageert uit emotie. In internationaal toernooi kan daar, maar ook in hoofdklasse, kan daar een kaart voor gegeven worden.
Hoe kun je speelsters daarop voorbereiden? Of überhaupt je hele team daarop voorbereiden? Ah ja, dat is prestatiegedrag. Dus dat zijn dingen waar wij wel op voorbereiden en daar wij op trainen. Maar dat heeft niet alleen maar te maken met de beslissing van een scheidsrechter. Het heeft te maken met allerlei onverwachte aspecten van het spel en het zijnde van een topsporter. Dus het beslissing van een scheidsrechter, en dat is wel het belangrijkste wat ik vind dat meegenomen mag worden voor een speelster, van een scheidsrechter, is dat ene beslissing. Dat is niet de ene beslissing die de wedstrijd beslist. En als jij denkt, en als de frustratie zo hoog loopt, wat Laurien zegt, dan ben ik niet goed als coach om dat daarvoor te managen. Dus het moet niet aan een scheidsrechter te zijn om mijn speelsters te managen. Dat is mijn taak. Mijn taak is om te zorgen dat de speelsters de wedstrijd gewoon onder de prestatiegedrag kunnen spelen op hoogste niveau. Als ik de coach, dus de scheidsrechters nodig heb om mijn speelsters te dimmen en te managen, dan doe ik het niet goed. Ja. Kijk, op C-niveau nu, hè, ik heb mijn zoon gecoacht vele jaren, de laatste paar jaren. En iedere keer dat een kind in dat team sprak tegen de scheidsrechters, dan heb ik ze zelf gewisseld. Dat doen wij niet. Je praat niet tegen de scheidsrechters en je leert met je emoties omgaan. Dus kom even langs de bank, ga je even zitten, ga je even... En we rusten. Nou, dat hebben we gehad in de HBO-finale in Nieuw-Zeeland. Carleen Derksen, die heeft daarop gereageerd. En als je de speelsters goed kent, dan weet je dat deze speelster niet zomaar reageert op iets. Dus er is daadwerkelijk iets gebeurd. Er is juist gehandeld bij de scheidsrechter. Alleen, de speelster die haar geslagen heeft, daar is niks mee gedaan. Dan kan wat je kan krijgen, is dat dan je emoties oplopen. Op dat moment had ik gewild dat er wordt een time-out. Kijk even naar de beelden. En je straft allebei en niet één van de twee. En dat is het managen van frustratie. En heel vaak wordt de ene gezien en de andere niet. En weet je, het is net zoals in voetbal. Er zijn voetballers die de zwalben en die gaan vallen. En weet je, dat is bekend. En weet je, daar krijgen ze minder overtredingen mee. Hetzelfde gebeurt in hockey. En als je weet dat de speelster is die never nooit reageert en ineens zo fel reageert, zoals in die finale in Nieuw-Zeeland, dan weet je dat er iets mis is. En daar zou ik never met, als we het hebben over emoties, net iets meer willen vragen van de scheids om dat beter te monitoren op dat moment, hè? Ja, en Elsen, nog één, ook een verdiepingsvraag daar voor jou. Wat vind je ervan dat als een coach vanwege emotie in kaart krijgt? Terecht. Nee, wij horen niks te zeggen. Wij horen niet... je kan wel af en toe even... scheiden. Dat is een onderdeel van. Maar op het moment dat wij beledigend en schreeuwend langs de lijn tegen een scheids, dan vind ik dat kaarten mag vaker getrokken worden naar de coaches. Ik heb coaches langs de lijn gezien waar ik wilde bijna naar beneden lopen en zeggen, en nu moet je mee stoppen, want dit is niet oké. Want de coach beïnvloedt de spelers. De spelers nemen dat emotie mee op het veld en dat wil je voorkomen. Het is onze taak als coaches om de speelsters te managen en niet de scheidsrechters. En op het moment dat wij onszelf niet kunnen managen, dan maken wij de taak voor de scheidsrechters een stuk moeilijker. Mooi. Laurien, ik heb een hele directe vraag voor jou. De teams, inclusief begeleiding, we zullen het even natuurlijk niet over Elsen, maar in het algemeen zijn onvoldoende op de hoogte van de spelregels. Goh, nee, ik denk dat niet. Ik denk dat de spelregels wel goed bekend is. Alleen is wat moeilijk is en wat we eigenlijk al gezegd hebben, is dat de interpretatie elke 6 maanden verandert. En dan zowel de scheidsrechter als de spelers een beetje verloren zijn, wat onze job moeilijker maakt. Ik denk wel dat er altijd regels die moeilijker zijn, die minder zwart en wit zijn. En dat is niet altijd makkelijk om uit te leggen waarom hebben we dit zo gezien of anders. Maar ik denk wel dat de speelster goed genoeg op de hoogte zijn van de spelregels. Zeker op internationaal niveau. In clubs is het soms anders. In mijn eigen team moet ik ook soms even de regels uitleggen. Maar internationaal niveau heb je dat niet meer.
Mooi. Gelukkig. Aha, mooi. Als ik hem aan jou vertel, hè, Else stipte namelijk net ook al, of iets eerder al aan, het probleem van toch nog te weinig Nederlandse of gewoon überhaupt vrouwelijke scheidsrechters aan de top. Wat denk jij dat er nodig is om meer en betere vrouwelijke topscheidsrechters te krijgen? Je moet sowieso opportuniteit geven. Maar het is niet alleen voor vrouwelijke scheidsrechter. Het is ook voor gewoon scheidsrechter. Ik denk dat we ook te vaak een verschil maken tussen vrouwelijke en mannelijke scheidsrechter. De job is dezelfde. De ontwikkeling is dezelfde. Alleen, ja, je moet gewoon, zoals ik zei, het is een beetje een eenzame job. Dus je moet die steun geven, maar de opportuniteit moet één erbij zijn en ook genomen worden door de mensen. Niet gewoon wachten dat het zal gebeuren omdat ik een vrouw ben of omdat ik weet ik veel. Je moet de opportuniteit dat je wordt gegeven, moet je gewoon vasthouden, ingrijpen en ja, gewoon het meeste ervan maken. Dat is ook zo dat ik plots op internationaal niveau ben begonnen. Ik was nog toen in de nationale ploeg van België, onder min 21. Ja, ik heb gewoon een opportuniteit gekregen, heb ik het gewoon vastgepakt. En ik denk, je moet die steun geven. Wie was er aan de deur? Ja, dat is een nieuwe lijn, hè. Zou je geluid het kunnen zetten, want je zit meer in de webinar. Yes. Ja, dus ik zei, opportuniteit krijgen. Zoals ik zei, de jonge scheidsrechter eigenlijk in België zou ik graag zien op damesniveau. En de, niet alleen de mensen die de fysieke test niet hebben gehaald. En dezelfde voor vrouwelijke scheidsrechter geeft opportuniteit en hopen dat ze gewoon die vastpakken. Ja, mooi. Else, wat zou jouw tip aan de coaches zijn? Zitten veel coaches ook mee te luisteren als je het hebt over de connectie tussen coach en scheidsrechter? Wat zou jouw tip zijn aan de coach? Nou, de eerste, ik ben niet zo eens dat alle coaches de regels goed kennen. Zeker niet ook het begrip van de verschillende interpretaties, absoluut. Ik vind de verschillende interpretaties is het te weinig kennis. Dus ik zou zeggen, verdiep je in de regels. Probeer ook in de wedstrijden, in de trainingen die je fluit, om goed te fluiten ook. Want dat wordt heel vaak als coach gefloten. Ik ben een coach, dus ik kan niet goed fluiten. Nou, als je dat wil verbeteren, zorg dat je ook goed fluit in het weekend, gewoon in de trainingen. Dan heb je een betere begrip van hoe moeilijk het ook is. Want dat doe ik iedere training om toch wel eventjes de regels goed te hanteren en ook wel te weten hoe het is. En open zijn met de scheidsrechters. Ik vind dat toch wel belangrijk om heel open te zijn met de scheidsrechters. Ik heb wel heel veel dat ik best wel, toen ik in Nederland coach, best wel gefrustreerd raakte met scheidsrechters die de gesprekken niet wilden aangaan. En dus ook aan de andere kant vragen dat scheidsrechters open zijn om een normale gesprek aan te gaan met elkaar, voor elkaar, om elkaar beter te maken. Wij doen het allemaal samen, we hebben allemaal hetzelfde doel. We gaan een beetje richting de laatste vragen. Af en toe komt er nog eentje binnen. Dus ik probeer een paar losse vragen even te stellen. En dan sluiten we langzaam af richting het einde. Laurien, een vraag aan jou. Gewoon heel vanuit interesse. Wat voor verschillende emoties ervaart nou een scheidsrechter tijdens een wedstrijd? En jij kunt het mooi zeggen, want je bent ook speelster. Zijn dit vergelijkbare emoties of zijn het hele andere? Nee, het is totaal anders. Totaal anders. Eerst omdat je als speelster ben je met 16 mensen. Je hebt de druk omdat je echt wilt winnen. Dus je gaat gewoon volle bak door. En probeer je zo weinig mogelijk na te denken over hoe en wat, maar gewoon op je taak te focussen. Als scheidsrechter, ja, je speelt niet of je fluit niet om te winnen. Je fluit gewoon om de wedstrijd overleven, zeg maar. Dat het wedstrijd gewoon goed draait en dat na de wedstrijd gewoon twee ploegen die blij zijn en die, ja, die gewoon hard hebben gevocht en dat je wil eigenlijk je naam niet horen na de match. Dus qua emotie, ja, het is niet dezelfde. Ik heb meer de gevoel van team
spirit, zeg maar, als speelster dan als scheidsrechter? Oké, je bent met twee op het veld sowieso, met de videoscheids, maar je bent toch een beetje in je eigen bubbel. En je probeert gewoon jouw hartslag zo laag mogelijk te houden. Want soms, je bent echt onder druk en alle camera's en iedereen is gewoon naar jou aan het kijken. Wanneer je speelt, ja, het is gewoon op de ploeg, zeg maar, meer dan alleen op jezelf. Ja. Mooi. Ik zit even te kijken welke vragen er eventueel in de chat zijn en welke er hebben gemist. Ik heb de vraag eigenlijk al gesteld, net aan jou, Laurien, over de tip. En die heb ik eigenlijk aan Alison ook al gesteld. Dus ik pak nu nog even een losse uit de chat. En dat is, even kijken. Hier, voor Laurien. Soms heb je een wedstrijd waarin je voelt en merkt dat je niet lekker staat te fluiten. Hoe zorg jij daarbij jezelf voor dat je je eigen niveau weer terugkrijgt? En het mooie is, Alison, deze vraag stel ik dan ook eigenlijk aan jou. Voor coaches, hoe zorg je dat bij je speelsters? Maar als ik hem eerst aan jou, Laurien. Hoe zorg je ervoor dat jij je eigen niveau weer terugkrijgt op het moment dat je minder lekker in de wedstrijd zit? Ja, ik ga twee dingen zeggen. Eerst, je weet als scheidsrechter dat jouw eerste 5, eerste 10 minuten zo belangrijk zijn. Want zoals Alison zei, als je jouw 2, 3 eerste beslissingen neemt die allemaal fout zijn, ja, je weet dat het een lange match zal worden. Dus je probeert echt die eerste 5 minuten gewoon nog extra gefocust zijn, dat je lekker in de wedstrijd komt. Dat is wat ik probeer te doen. Gewoon die 5 eerste minuten moet ik optimaal, op mijn optimaal niveau zijn. Zou het niet lukken, omdat ja, je kan ook soms gewoon een foute dag hebben. Of gewoon, ja, jammer genoeg heb je je eerste 2 beslissingen gewoon fout gezien. Ja, dan is het wat ik vroeger zei, gewoon die mentale kracht zo belangrijk. Dat je probeert gewoon op de volgende beslissing te focussen, die positie goed te krijgen. Alles doen om ervoor te zorgen dat de volgende beslissing wel goed is. En ja, gewoon zo proberen stap per stap terug in de wedstrijd te komen, zodat je niet meer die gedachte hebt van, oef, ik ben slecht bezig. Gewoon, ja, kijken wat er gebeurt, proberen je positie, jouw taak beter uit te voeren en echt zo snel mogelijk terug in de goede flow. Alison, als ik hem aan jou stel, voor een als speelster of als coach aan de zijlijn, je merkt dat het niet lekker loopt. Welke tot de eerste kwart, zeg maar de rust tussen 2 kwarten in, hoe krijg jij voor elkaar als coach om je speelsters weer terug richting het niveau te halen? De eerste is dat we terug naar de basis gaan. Dus zorgen dat de eerste en de beste paar acties die je hebt, die zijn heel simpel. En dat je niet gaat zoeken in het oplossen van out of form. Op dat moment ben je niet in vorm. Dus je bent even out of form. Niet in dat op te lossen met 1 waanzinnig goede actie. Want heel vaak willen we er met 1 actie oplossen en dan heb ik een goed gevoel bij. Nou, dat willen we niet, want dat gevoel moet langer bij blijven. Dus het is gewoon oké, terug naar de basis. Waar ben je goed in? En doe dat nu voor de komende 10 minuutjes. En dan kom je weer lekker in de wedstrijd. En het kan zijn dat het heel simpel in 1 taak is en dat is gewoon de bal aannemen. Ja. Dus probeer gewoon die bal aan te nemen. Punt. That's it. Gewoon neem de ding aan en dan zie wat gebeurt. Want heel vaak zit het in de aanname. En dan word je onder druk omdat je wil hem wel aannemen. Dus oké, zorg voor dat. En dan wat je verder doet is goed. En dat zeg ik ook. Dus neem het aan en dan prima. Voor de rest is het goed. Nou, en dan krijgen ze iets meer vertrouwen. En wat ik wel zeg is dat ik praat wel veel met ze. En continu aan het motiveren en helpen doorheen krijgen. En met de scheidsrechter zijn jullie met z'n tweeën, dus dat misschien is wellicht wat moeilijker. Maar het zou wel fijn zijn als je met onderling met elkaar dat ook zouden kunnen doen. Goede beslissing, goed gedaan, oké, volgende en door. Dan doe je het wel samen. Ja, dat probeer je ook als scheidsrechter die self-talk. Zoals ik zei, het is een eenzame job, maar niet alleen zeggen, ik heb weer een beslissing fout genomen. Nee, ook te zeggen, ja, die was goed, oké, volgende, die was goed, oké. En gewoon die positieve self-talk, dat helpt ook. Het klinkt grappig, maar het is echt, het is ook een kracht om positief naar jou toe te praten. Kun jij daar je andere collega bij betrekken, Laurien? Is dat mogelijk? Ik bedoel, Alison zegt speelsters, die kunnen elkaar ook motiveren. Kun jij Ja, het is,
het is mogelijk, alleen je bent wel fysiek niet dichtbij. Het is gewoon, die contact heb je via de radio. Dus met collega's dat je goed kent, zie je het meteen en moet je zelf niet gezegd worden. Als ik met Sarah moet fluiten, ja, zie ik meteen wanneer ze goed voelt of minder goed voelt. Omdat we gewoon ervaring we hebben genoeg match samengefloten. Met andere scheidsrechter is die band misschien minder aanwezig. En dan ja, je probeert door de radio te werken, maar het is niet altijd goed, want iedereen hoort ons ook op tv. En dat, ja, je moet ook voorzichtig zijn met hoe je dat aanpakt. Je wilt niet je collega nog meer in de ja, in een slechte positie zetten. Mooi. Ja, mooi antwoord. En Alison, vanuit jou, jullie werken best wel tegenwoordig, wordt er veel met standaard wisselschema's gewerkt. Kan het voor jou ook helpen om spelers er even uit te halen, zodat je persoonlijk contact mee kan hebben? Of is dat juist een knak in het zelfvertrouwen als het gevoel op, oh, nu ook nog eens gewisseld? Oh, maar ik wissel niemand als ze een fout maakt. Dat doe ik niet. Dat is ouderwets. Ik vind dat je fouten hoort bij het spel. Dat hoort bij het groeien en ontwikkeling van speelsters. Net zoals met scheidsrechters. We maken allemaal fouten. Dus ik straf absoluut geen speelster voor fouten. Dat geloof ik niet in. Wat ik wel in geloof is dat na twee of drie keer dezelfde fout, dat je daar gewoon echt op zoek gaat met contact met die speelster in het veld. Ik heb nog nooit een speelster gewisseld omdat ze fouten heeft gemaakt. Daar geloof ik niet in. Nee, maar ook niet om, wat je zegt, het contact misschien de juist positief te kunnen benaderen. Ja, maar dat kan je ook van de zijlijn doen. Dat hoeft niet echt gewoon gewisseld te worden daarvoor. Want wat je moet ook beseffen is op het moment dat je een speelster wisselt na drie fouten, zien de rest van het team dat, zien de tegenstanders dat en ziet de publiek en iedereen die daarbij komt kijken. Nou, dat zet veel meer druk op die speelster. Dus dat wil je vermijden. Dat laat je gewoon in het veld. En ook is het een leermoment om een speelster te leren daaruit komen ook. Dan los je het ook niet voor haar op. Dat zit ook wel een... Er zit ook wel wat ontwikkeling in voor de speelster. Ja. Oké, de laatste twee vragen. Voor beide één, dus dat is mooi. Voor Laurien, hoe combineer jij het zelfhockeyen en een carrière fluit het beste? En ik hoop eigenlijk naar jouw antwoorden dat er nu een aantal scheidsrechters denken, ik ga zelf hockeyen. En die zijn nu op zoek naar de best mogelijke manier om dit te combineren. Het is heel veel time management. Want ik werk ook daarnaast. Ik heb het geluk dat mijn club, dus ik heb de steun van mijn club om mijn scheidsrechtercarrière ook op te bouwen. Dus dat maakt alles makkelijker. En voor de rest is probeer zo goed mijn agenda in te vullen. Dus ik weet wanneer we hockey spelen. Het seizoen in België is 6-7 maanden. En dan de rest van het jaar ben ik gewoon op mijn scheidsrechtercarrière aan het focussen. En op mijn eigen aan het trainen dan. Ik probeer wat ik leer als speelster ook als scheidsrechter te gebruiken. En voor de rest is gewoon echt time management. Leuk. Laatste vraag voor Alison. Verwacht jij dat speelsters in het veld ook op een gegeven moment met oortjes gaan spelen? Om in contact te zijn? Nee joh. Nee joh. Nee. No way. Nee, dat gaat never nooit gebeuren. Het is, speelsters zijn eigenaar van het spel. Niet ons als coaches. Dat is... Het belangrijkste is dat de speelsters vrijheid hebben om te hockeyen. En op het moment dat wij een oortje erin... Ja, ik zou het gek vinden als zij mij de hele wedstrijd moeten horen. Want ik zet er gewoon door. Volgens mij voor degene die het hebben gehoord, het antwoord was nee. Gaat niet gebeuren. Nee. Dan hebben we nog één vraag voor jou. Lorena, als aanvullend. Net is ook echt de allerlaatste vraag. Je gaf inderdaad net aan dat die combi heel mooi is. Je gaf ook aan hoe het kan. Goed time management. Maar heb je nog een tip voor iemand die eigenlijk op zondag speelt, maar ook op het hoogste niveau wil fluiten en dat is toch wel heel vaak op zondag? Ja, dat begrijp ik helemaal. Ik zit ook in dit geval, hè, want in België fluit ik niet meer hoogste niveau, want ik speel nog
En het gaat gewoon niet meer, omdat we de dames en de heren op dezelfde moment spelen. Maar ik probeer altijd in oplossing te denken. Dus ik ben in contact bijvoorbeeld met de Red Lions. Wanneer ze een oefenmatch of een intersquad hebben, ze nemen contact met mij op. Zodat ik gewoon in de week hun kan komen fluiten. Of ik fluit de U19 op zaterdag. Ik probeer gewoon een andere match te vinden. En wanneer het kan, als er een inhaalwedstrijd of zo is, dan ben ik altijd beschikbaar om die te fluiten. Het is even zoeken, even wennen, maar ik denk dat er altijd een oplossing is als je tijd neemt om die te vinden. Mooi. Hey, Tim diegene mag vaak bij ons komen fluiten, hoor. Wij trainen gewoon heel vaak door de week, dus altijd welkom om bij ons te komen fluiten in de trainingen. Dat is nog extra momenten. Er zijn 142 fluiters bij jouw training. Helemaal goed, dan zullen de speelsters blij zijn dat ik niet meer fluit. Ah, ja, stuur mij, ik weet niet wie het was, maar stuur mij even een bericht, dat komt wel goed. Ah, mooi, dat is heel leuk. Ik geef voordat ik hem aan Sophie geef, die is al in beeld, wil ik in ieder geval... Jullie beiden enorm bedanken. Ja, het is heel makkelijk om niet te zeggen wie erbij zijn, maar heel fijn om jullie met je open antwoorden en heel eerlijke antwoorden. Dat maakt het deze webinar denk ik des te leuker. Dus ik vond het een heel fijn gesprek, Elsen en Laureen. Heel veel dank. En Laureen, ik volg Elsen wat langer. Ik heb jou nu één wedstrijd echt uit mannen zien kijken. En ik ga zeker nog een keertje bij je kijken. Heel veel succes. Dankjewel, Tim. Ja, Tim, hartstikke bedankt voor het onwijs leuk leiden van het gesprek. En Alison en Laurien natuurlijk hartstikke bedankt voor alle inspirerende antwoorden en inzichten voor iedereen. Ik denk, we krijgen al heel veel complimenten binnen, dus hartstikke bedankt daarvoor. Ik wil nog één keer aan iedereen vragen die nog in het gesprek zit om de evaluatie in te vullen die zometeen in de chat wordt gedeeld met jullie. Dan kunnen we weer leren voor de volgende webinars. En dan wens ik iedereen een hele fijne avond. En heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Alison en Laurien nogmaals bedankt. Tim bedankt voor het leiden. En nou, tot snel allemaal. En hopelijk weer een keer fysiek. Yes. Fijne kerst. Dankjewel. Ja, wisseling allemaal. Ja, zeker weten. Fijne avond. Dankjewel. Fijne avond. Dankjewel. Doei.